Begin deze maand is de gemeenteraad akkoord gegaan met de financiering van een waterspeeleiland op de Dobbeplas. Wij spraken af met fractievoorzitter Amarins Komduur van de Partij van de Arbeid op de nieuwe beoogde speellocatie. Wat houdt een waterspeeleiland precies in? Ja, een eiland waar je kunt spelen. Met water natuurlijk, dat hoort bij een eiland. Dus denk aan een vlot, denk aan lekker hutten bouwen, lekker aan de slag, ravotten. Alles mag en kan. Dus het is niet moeilijker dan dat. En het komt in de Dobbeplas, maar waar in de Dobbeplas? Dat is nog even een beetje de vraag. Elena, die het bedacht had, die had het ingetekend vlakbij het hondenspeelbos. Daar is onderzoek naar gedaan en daar blijkt uit dat het niet een heel geschikte locatie is. Dus men is niet gestopt met van nou het kan niet, maar heeft gekeken van maar waar kan het dan wel? En daar zijn nog twee andere opties uitgerold. Een ander eiland en aan de oever. Dus dat is niet technisch gezien natuurlijk geen eiland meer, maar nog steeds bij het water, aan het water. En daar kun je nog steeds heel veel leuke dingen mee doen. En de kosten liggen rond de 120.000 euro, dat is best veel. Maar is dat ook waard? Ja, ik vind van wel en de initiatiefnemers vinden het van wel. En gelukkig de meerderheid van de gemeenteraad ook. Nu is niet die 120.000 euro volledig voor rekening van de gemeente. Dat is maar 30.000 daarvan. 30.000 wordt door het recreatieschap de Dobbeplas betaald. En 60.000 door het Groenfonds Haaglanden. Waar alle inwoners van Haaglanden een euro per jaar aan bijdragen. Dus en het Groenfonds houdt straks in september op te bestaan. Dus dit is ook echt de laatste kans om het voor elkaar te krijgen. En bovendien wordt de Dobbeplas aangepakt, gaat op de schop. Dingen gaan anders aangelegd worden. En dit is het moment om het op te pakken. Moet eigenlijk niet dan die hele blauwe alg eens een keer helemaal weg? Zeker moet die blauwe alg weg. Want dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Het is gelukkig natuurlijk niet het hele jaar. En je hoeft niet alleen met mooi weer in op een waterspeeleiland te spelen. Want kinderen willen altijd buiten spelen. Die zijn niet zoals grote mensen dat ze pas naar buiten gaan als het mooi weer is. Maar de blauwalg is vervelend, wordt aangepakt, is al voor gebaggerd en er wordt gewerkt aan de waterlopen. En dat gaat in de loop van 2015, gaat alles echt pas zijn beslag krijgen. En dat is iets wat een aantal jaren duurt voordat het hele systeem in evenwicht is. En ook dan gaat de blauwalg pas weg, want het is gewoon een teken dat het ecosysteem niet in balans is. En dat duurt gewoon even. En wat waren de reacties van de kinderen? Heb je die al gehoord? Ja, die waren heel erg blij en heel erg enthousiast. Mijn dochter van 7, die zei toen ik haar de volgende ochtend vertelde van nou, de gemeenteraad heeft het aangenomen. En het kost best wel wat centjes, maar iedereen wilde meedoen. Toen zei mijn dochter, nou mama, als er 10 euro uit mijn spaarpot moet, dan mag dat wel hoor. Dan mag je die zo pakken. Dus dat alleen al. En ook heel veel andere kinderen zijn heel enthousiast. Die willen graag nu al komen spelen. Maar ja, het ligt er nu nog niet. En als alles op rolletjes loopt, wanneer kunnen we het verwachten? Ja, in 2015 gaat het aangepakt worden hier. De plannen moeten gemaakt worden, moeten getekend worden. Het bestemmingsplan zal misschien nog wat aangepast moeten worden. Dus ik hoop dat dat in een jaar kan. Maar we zullen het zien.